Megvéd a szállított kis fingernyél, Ügyed a rocsban, melyik a lapszél. Vanuit het buitenland gerealiseerd was naar Suriname en ze waren met hun twee broers. Als kinderen hadden we altijd muziek op het achtererf. Dat was het heusje spelen, toch? Muziek maken. En dan kregen we op de zaterdag na school, kregen we dan na vrijdag, dan hadden we dan speelden we winkeltje, omsneezy. Ja. Dus dat was heel leuk. En dan hadden we koko, toch? Daar hadden we gewoon van die grote blueband blikken, toch? Ja. Met stokken en of we namen een blik en we maakten de beide kanten open en dan hadden we dan gewoon een brede autoband sneden we midden door. Dan spanden we het erom dat we poko konden spelen. Okay. Dat was het echt met William Letje van de overkant. Dat was het echt muziek maken, man. Dansen. Wanneer de juf in de klas was, toch? En ze hadden misschien een vergadering of zo, even in de klas. Dan was het echt dat we na poko tapa bij mij. En onze muziek ging zo. Zo maakten we en dan stonden die anderen op de ene. Toch, en dan danste een paar zo. En wanneer de juf kwam, dan was meer nog eens de impressie. Alsof je niets deed. Ik vond het heel fijn op school. En mijn schoolbroer met kerst. Toch moest ik dan van haar, zeiden ze me van dat ik gedichtjes moest voorzeggen. Oh. En een van ze gaat zo. De kerstboomkaarsjes, ze worden al klein. Straks zullen hun lichtjes er niet meer zijn. Maar het licht van het teamtje voor liefde en vuur, dat wordt niet gedoofd. Dat krijgen wij mee. God help ons dat licht te bewaren voor alle dagen en jaren. In mijn kinderjaren heb ik veel avaras gebied. Maar mijn favoriete vrucht is de zuurzaak, manja, papaya, toch? Mijn favoriete gerecht is Chinese taille soep met perken, zoutvlees. Ik heb zoveel keren al meegedaan aan wandelmaars. Ik had zelf een groep van het Japanese huis en ze hadden allemaal gewoon wit. Een matroos aan, een matrozenhoed, een blauwe das en helemaal wit. Dat was mijn eigen ontwerp en ik heb zelf gelegen daar aan de front. Wij waren op de eerste plaats gekomen. Ja. Ik ben als jong meisje heel vroeg begonnen. Ik maakte zelf mijn schoentjes, maar op klossen ze hadden vroeger van die klossen garen. En ik nam gewoon triplex en ik nam draad, dan zette ik dat over mijn voeten heen en ik spijkerde het zo'n los aan de achterkant van zo'n maal gemaakt van mijn voet. En dan had ik de hakken aan, volgens mij had ik zelf gemaakte hakken. Hoe oud was je toen? Ik was een jong meisje, ik was 9 jaar oud en was echt modebewust. Altijd waren anderen dan niet boos waren van de dingen. Iedereen had zijn eigen ding. En mijn tante vertelde me van dat ik dan een type was die dan altijd bezig was dingen te doen in een hoekje.
echt creatief bezig te zijn. Toch? En ik kan me herinneren dat ik heel jong begonnen ben om popkleertjes te naaien. Dat wat ik nu ben, om dan broodjes toiletten. Ik heb een aantal broodjes toiletten genaaid voor papa. Ik heb gedecoreerd. Ik heb een broodjesboeket gemaakt. Ik heb laatst nog op een huwelijk gevraagd van broeders. Want iedereen zei, zuster, u had mijn broodjes genaaid. Zuster, u had voor ons genaaid. Dus ik heb dan, als ik het grof moet nemen, denk ik dat ik dan totaal dicht bij de 300 broodjurken heb gemaakt. Ik ben zelf naar de Franse kant gegaan om broodjurken te maken. Mijn hobby is het kinesthetische. Ik hou van mode. Ik hou van mode, ik hou van decoratie, decoreren. Ik hou van bezig zijn met koken, tafel dekken. Alles zo vieselijk mogelijk versieren en mensen helpen. Daar waar nodig. Bij mij is geld geen prioriteit. Je hebt het nodig. Maar daar waar ik mensen kan helpen, help ik mensen graag. En als ze zeggen van kijk, financieel zit ik nu zo sterk, dan heb ik rekening daarmee. Okay. Want ik ga van het standpunt uit van we hebben elkaar nodig als mensen. En we moeten er voor elkaar zijn. Het sociale speelt bij mij een belangrijke rol. Ik had een favoriete sport, is tennis geweest. Ja. Ik heb flink getennis. Bij Zwift na het werk ging ik altijd op twee oefendagen hadden we. En ik oefende met een topspeler, Wesley Beelsnijder. Als kind was mijn favoriet boek kinderverhalen uit de Bijbel. Ja? En nu is mijn favorietste boek. Ik las veel, het beste las ik ook. Ja? En ik las meestal ook geestelijke boeken. En mijn grootste boek nu is de Bijbel. Mm-hmm. Ik heb geen ander boek dat ik echt zo frequent lees elke dag meer. Dat is mijn houvast. Ik hou van mijn kleinkinderen, ik hou heel veel van mijn kleinkinderen. Mijn grootste wens is van dat ik dan als oma met ze kan optrekken. Ze zijn wel aan goed geworden. Dat ik met ze kan optrekken, dat ik ze levenslessen kan leren van maak je studie af. En dat ze dus hun God op de eerste plaats stellen en hun studie. En verder die relatie met elkaar opbouwen, hechte familieband, dan denk ik van dat God ze overvloedig zal zegenen. In het leven zo nuchter mogelijk te zijn, nuchter in handelen, toch? Ik heb geleerd om dan niet partijdig te zijn, maar om hoor wederhoor te hebben. Dat je voor elkaar bent, zodat we als een hechte vriendschap door het leven kunnen gaan, door die kinderen. Ik heb geleerd om trouw te zijn aan elkaar. Ik heb geleerd om betrouwbaar te zijn. Ik ben een type persoon die dan... Ik vind mode heel leuk. Ik kan mensen opmaken. Ik vind het fijn als mensen blij zijn. Ik help mensen graag. Mm-hmm. Toch? Ja. En ik wil er altijd zijn voor mensen. En nu ben ik in een situatie waarbij ik ernstig ziek ben geweest. En ik stel me vertrouwen radicaal op God, omdat Hij mijn geneesheer is. Hij is mijn bevrijder. En wat er ook op mijn weg komt, ik hou vast aan Jezus, want Hij is mijn bron, Hij is mijn alles. Waar mensen er niet meer zijn voor jou, als je alleen bent, moet je enig weten dat God nooit jou in de steek laat. Is eenmaal 24 uur, dan laat het me denken aan een schriftwoord in de Bijbel. Roep mij aan ter dagen der benauwdheid.
koppelen komt anytime aanroepen. Die telefoon is eenmaal 44 uur. Toch en ik beantwoord alles wat je hem vraagt.